Ik ben Frank Vermeeuw en ik ben business controller bij het UWV. Ik ben hier geplaatst via Jolt. Het werken bij het UWV doet er zeker maatschappelijk toe. Iedereen heeft eenzelfde doel voor ogen. En dat is toch de kwetsbare burger helpen. Ik ben geplaatst in de controlpool. En het mooie daarvan is dat zij goed kunnen inspelen op de behoeftes binnen het UWV. Waar is iemand nodig? Nou, die diversiteit vind ik heel leuk. Ik zou Jolt zeker aanraden om geplaatst te worden via werving en selectie. Het grote voordeel van Jolt is het netwerk. Zij kennen heel veel bedrijven. Zij weten wat daar speelt en ze weten dus ook veel eerder dat de functies beschikbaar komen. En daarnaast kunnen zij je ook goed voorbereiden op het gesprek met het bedrijf, kennen de ins en outs. Dus dat geeft ook een streepje voor op andere kandidaten als je via Jolt binnenkomt. Mijn naam is Wim van Koldenhoven en ik ben manager van de controlespool bij UWV. Wij zijn tevreden met Jolt. Zij zijn onze huisleverancier voor controllers. Het is niet een vakante positie die eenmalig per jaar voorkomt. Maar ik denk dat wij 10 tot 15 mensen via Jolt al hebben kunnen aantrekken. Eén term te vatten als een co-productie. Wij vragen, zij leveren, maar de vraag wel dat je constant met elkaar in verbinding staat, zodat je steeds weet wat is nou de vraag die gesteld wordt. En zodat ik het vertrouwen heb dat daar de persoon op komt die ik graag zie komen. Frank van Meeuwen is bij ons business controller. En ik vind hem een voorbeeld van de controller die wij heel graag zien rondlopen. Dat doorzettingsvermogen, die doortastendheid, die creativiteit en durf. Wat ik prettig vind in mijn hele plaatsingsprocedure met Jolt is dat ze ook waarmaken wat ze beloven. Ze nemen je mee in het proces en ze kijken ook heel goed naar wat is realistisch, wat is goed. En trekken daarom een breder scala aan dan alleen een functieinhoud. Maar ze kijken ook naar van, hey, weet je wel, waar gaat iemand op de langere termijn ook gelukkig van worden.